Het is lastig voor de Utrechtse Nadia om niet de hele dag op haar telefoon te kijken. Toch houdt ze zichzelf in en checkt vooral s ochtends en s avonds wat er in haar thuisland gebeurt. Bijvoorbeeld als er afgelopen nacht een luchtalarm is geweest en daar waren uh, raketten, drones uh, gestuurd vanuit uh, Rusland op Oekraïne. Haar ouders wonen nog in Oekraïne. Ze is er al een paar keer geweest het afgelopen jaar. In het westen waar ze wonen is het relatief veilig, maar de oorlog wel zichtbaar. Mensen in militaire kleding, dat is ook een reminder van oké, okay, het, uh, het, uh, uh, ja, het is toch oorlog? En wat je ook ziet, veel mensen die uh, armen zijn verloren of been zijn verloren. Ook voor Utrecht heeft de oorlog op kilometers afstand gevolgen. Overvolle opvanglocaties voor vluchtelingen en gezinnen die een weg proberen te vinden in een land dat ze niet kennen. Ja, het is heel veel verdriet voor de kinderen. Uh, ze zijn heel erg. Het is een onzekere plek, want dat is gewoon iets nieuws. Ze moeten ook hun eigen leven opbouwen. Papa niet uh, vaak zien is ook. Uh, het is heel moeilijk. In 2023 ging de oorlog in Oekraïne zijn tweede jaar in. De aandacht ervoor neemt af, misschien ook wel door dat andere conflict. Toch ervaart Nadia nog altijd veel steun. Ik ken zelfs collega die in de kerstperiode naar Oekraïne reist om hulp te brengen. Dus de mensen zijn er wel die daarmee bezig zijn. Het komende jaar gaat ze met haar gezin verhuizen, van Utrecht naar Doorn. En ze zal naar haar ouders in Oekraïne blijven gaan, zolang het kan. Ze hoopt op de overwinning voor haar land. En op tranen van geluk, net als die van haar oma, die de Tweede Wereldoorlog nog meemaakte. Voor haar de overwinningsdag moesten elke dag erom huilen, want dat was de mooiste dag van haar leven, zei ze altijd. Dus ik hoop dat, dat wij ook in Oekraïne die mooiste dag eindelijk uh, ook gaan krijgen. En uh, wij gaan wel vast wel huilen van, uh, van uh, maar hopelijk niet meer van verdriet, maar van vreugde.